Het goud en het zilver en het duin, weet ik wat ik gebruik. Dus volgens mij... Ja, ik wist het! Oh, maar deze. Ja, hij is helemaal van goud nu. Hij is legit, je kan hier van binnen kijken. Hij is gewoon 1,5 van goud. Ik heb voor de hondenmusic mijn kamer hier verbouwd. Maar het ziet er wel echt heel lijp uit. Het is gewoon één groot natuurfestijn hier binnen. Hey, hallo en welkom. Leuk dat jullie er weer zijn, jongens en meisjes. Vandaag zijn wij wedergekeerd in Content Veen. Erg prachtig. We staan hier op de raket. Onze vallei, jongens, is eigenlijk zo goed als klaar. Ik weet niet wat ik er nog aan toe zou moeten voegen vanaf buiten. Misschien een paar leuke details, zoals een hangbrug of zo. Het moet kerst worden, zoals je kan zien. Maar voor de rest is alles hier zo goed als af. Wat mij heel blij maakt. Oh ja, ik heb een hekshoed op. Vraag me niet waarom. Maar leuk dat jullie er allemaal zijn, jongens. Voordat deze video begint, hebben wij hier onze prachtige abonnementenmuur. En vandaag is het nieuwe abonnement Dutch Gamer Dylan, 8 november. Heel erg bedankt voor het abonneren. Wil je nou ook op de muur terechtkomen, dan moet je eventjes abonneren. Reageer dat je bent geabonneerd en dan geef ik jouw reactie een hartje. Wauw, hoe prachtig is dat? En je hebt kans om op deze muur te komen. Erg leuk, erg leuk. En dan wil ik ook even snel iedereen bedanken voor de 130.000 abonnees. We hebben het eindelijk gehaald. Dus ja, bedankt. En dan nu ga ik iets doen wat ik al heel lang geleden had moeten doen. En dat is namelijk in de Nether. Nathan heeft een mooie Nether Portal. Rick heeft een mooie. Floor heeft een mooie. Anne heeft een mooie. Justin heeft een mooie. Met samen met Robin. En dan kom ik aan met mijn portal. Samen met René. Ja, mijn portal ziet er echt nog gewoon... Ja, trouwens, die van Friesland, die is het allermooiste. Nee, wij hebben onze portal, die is gewoon nog niet echt mooi gemaakt. En ik krijg veel comments van Max. Wee! Maak je portal nou eens mooi. Dus dat gaan we nu gelijk ook doen. Ik heb heel veel troep bij me. Laat ik dat even ditchen. Nieuwe mooie blokken pakken. Een leuke stijl bedenken. En dan ploppen we hier even een portal. Daarvoor heb ik eerst veel meer blokken nodig. Want ik wil hem wel absoluut een beetje in een nette stijl maken. Ik ga een beetje gewaagd doen ermee. Dus laten wij mijn favoriete item pakken. De goede toeien. Een hoe. Diamond hoe met efficiency 5 erop. Laten we naar de nether gaan. Even wat blokken. Oeh, wacht. Eerst even obsidian regen. Want ik wil een grotere portal dan nu. En daarvoor hebben we niet genoeg obsidian. Ik denk dat ik aan 53 obsidian voor nu wel... Ja, eventjes genoeg heb. Gaan we nu zoveel mogelijk blokken zoals dit regelen. Ik wil ook dat hout even hebben. En volgens mij... Oh, dat doe je wel met een axe. Het hout. Oké. Nee, dat is logisch. Het is hout tenslotte. Maar de rest hak je echt super snel hier. Met een hoe. Voor zo'n manier is dat zo raar. Dat je dit met een hoe moet hakken. Laten we maar gewoon in ieder geval even beginnen met een design. Want ik heb, to be honest, echt geen idee wat ik wil doen. Ik weet een beetje welke blok ik wil gebruiken. Maar voor de rest, echt ja, is het één groot mysterie. Mensen hebben me ook niet veel ruimte gegeven hier om te bouwen. Ik heb ook echt maar een vet klein plekje. Omdat iedereen zijn pad hier naartoe heeft gebouwd. Dus nou, ik kan de paren natuurlijk wel een beetje kapot maken. Maar wat doe jij hier? Laat ik eerst naar de portal even... Wat doe jij hier? Dit is toch veel te gevaarlijk hier voor jou bij? Weet je, ik hak eerst onze eigen portal toch eventjes. En elke keer als ik dan naar huis wil, dan ga ik wel gewoon via Floor. Want dat is toch in de buurt. Maar dan heb ik gewoon net iets meer ruimte om mee te werken. Oké, ik wil hem sowieso op een hoger platform hebben. Dus laat ik even kijken. En ik wil hem aan alle kanten betreedbaar maken. Dus dat betekent dat je aan vier kanten erin kan. Want ja, je ziet het. Mensen komen natuurlijk van alle kanten deze kant op. Vandaar, 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 vandaar. Dus hoe chill zou het zijn als je nou vanaf meerdere kanten gewoon... betreden was. Ik kom iets boven de grond hebben. Denk dit ook nog hierheen helemaal zo. Dat hij op zijn minst nu vierkant zou zijn. Zo, kijk, dit is vierkant, jongens. Nu staat hij tenminste... Hij wordt wel groot, deze. Ik ben benieuwd of ik niet te krap, zeg maar, bezig ben. Ik hoop het niet. Dat zou heel zonde zijn. Maar we gaan het zien. Ik ga dit in ieder geval even aansluiten hier. Althans, een beetje natuurlijk laten lijken, want dit ziet er anders echt niet uit. Oh, die blokken zijn op, natuurlijk. Ik heb niet genoeg. Dan gaan we eerst een vierkante doos ervan maken. Dan heb ik helaas... Oh, kijk, dit kan hakken, die van Justin. Leuk dat hij hier staat, Justin, maar hij moet weg. Ik heb ruimte tekort, anders. We hebben wel heel veel nieuwe blokken, dat is fijn. Kijk, dan hebben we weer meer dan een stack. Dan kunnen we hier gewoon weer verder bouwen. Nou, dan maken we er een vierkante doos van. Oh, ik ga echt obsidian tekort hebben. Dat is heel stom. Ik dacht dat ik zoveel had, dat ik gewoon genoeg had, maar nee. Hier, oh, maar deze. Ik ga René vragen of zij obsidian wil gunnen. Dat is ook voor haar. Oké, ik heb bij René gecheckt en ik mag wat obsidian pakken. Ik hoop dat ze wel veel heeft. Of op zijn minst genoeg hier. Waar heeft ze dat liggen? Nou, ze heeft er 6. We gaan het wel pakken, maar we moeten er gelijk weer bijhakken, want 6 is ook niet genoeg. Alright, ik heb er 37, dat zou hopelijk voor nu wel genoeg moeten zijn. Lijkt me van wel, toch? 37, kom op. Het kan bijna niet te weinig zijn. Nee, dit is 100% genoeg. Prima. Nou, dan hebben wij een kubus gecreëerd. Oh, dan ben ik flint en steel vergeten. Natuurlijk, natuurlijk. Nou, dan gaan wij flint en steel bij Floor halen. En 1, en 2, en 3, en 4. Nou, we zijn in de kubus. Wat lijp. Oké, dit is oprecht heel leuk als je het zo ziet. Het is gewoon een vierkant doosje. Even kijken of hij überhaupt werkt, hoor. Oh, ik hoop het wel. Werk, werk. Kom alsjeblieft bij het goede ding eens uit.
Ja, oké, top. Nou, we komen gewoon weer hieruit. Ik besef dat ik ook gewoon steen wil gaan gebruiken hiervoor. Want ik wil er wel een beetje in de stijl bouwen van mijn Mid-Kingdom, van mijn vallei. En daarvoor heb ik steen nodig. Dus hopen dat ik hier nog even wat heb. En anders is mijn steen gewoon op. Dan heb ik gewoon niet meer genoeg steen. Dit is wel een probleem, dat mijn steen op is. Want dan moet ik gaan smelten. Maar misschien heb ik in mijn smeltkamer zelf nog wat steen. Misschien heb ik hier nog wat steen liggen. Ja, kijk, stone. Oh, jongens, er is nog genoeg steen. Hé, wat maken jullie nou allemaal druk, zeg, met z'n allen? Jemige, wat zijn jullie een stelletje druktemakers? Laten we hem eerst helemaal inbouwen met dit blok. Ik ben benieuwd hoe dat eruit zou zien. Als we hem gewoon helemaal netjes inbouwen, kunnen we daarna nog met stairs werken en weet ik wat voor andere blokken. Maar dat hij in ieder geval netjes is ingebouwd met dit rare rode blok. Oké, en het lijkt op zich, het begint ergens op te lijken. Je moet niet denken, jongens, van wat ben je nou allemaal doen? Iedereen maakt zo'n mooi ding zoals dat en dat en dan kom jij aan met je kubus. Ik doe mijn best. Vertrouw me. Ik denk dat het nog wel goed gaat komen. Gaan laten we hem nu inbouwen met steen. En dan daarna het heel natuurlijk laten lijken. Want het moet een beetje lijken op mijn vallei, vind ik. Want je gaat naar mijn vallei toe. Dus, hè, dan moet het er ook op lijken ook. Ik moet hem nu ook een beetje laten, wat natuurlijker de ingang laten lijken. Hij moet natuurlijk niet helemaal vierkant zijn. Het is natuurlijk een kubus van binnen. Maar hij moet van de zijkant en zo, moet hij allemaal net wat meer een gekke vorm hebben, weet je. Dan de binnenkant moet er ook goed uitzien. Want we willen eigenlijk niet dat ze in de kubus kunnen. Misschien wel er doorheen. Maar niet erin. Ja, laat maar. Dan ga je er alsnog in als je er doorheen wil. Wel erin. Ook er doorheen. En daarom moet ik vooral werken met slabs en stairs. Want dat maakt het wel natuurlijk. Ook van binnen. Oké, het is een soort van wat rommelig nu. Maar dat is de bedoeling. Want nu kan ik er met steen omheen gaan werken. En met slabs en weet ik veel wat. Waardoor het meer op een soort bergje lijkt. Waar de kubus dus in verborgen zit. Oké, ik heb meer details toegevoegd. Het is, het lijkt al iets meer op gewoon een random blok wat hier staat. Maar dat is ook een beetje het probleem. Het is gewoon een random blok wat hier staat. Hij moet wat meer met zijn omgeving passen en er moet nog een leuk plafonnetje op. Dus ik dacht eraan om er gewoon letterlijk een soort puntbergje van te maken. Of op zijn minst een soort, ja, een iets van een bovenkant eraan toe te voegen. En dan gelijk een beetje dit hier hakken. Een beetje, ja, bij floor kan ik niet zoveel doen. Maar hier bij alle andere kanten kan ik de omgeving wat meer naar mijn keuze laten maken. Waardoor het iets meer matcht met de rest. Het is nu, hij staat er gewoon zo. Dat is ook zo stom. Maar laten we eerst even het dak erop bouwen. Want ja, het is zo random nu. Ik zat eraan te denken, kan ik er niet gewoon een soort vulkaan van maken? Dat ik hem like nog een beetje meer in de punt laat lopen zo. En dan daar wat lava naar beneden laat stropen of zo. Slash magma blokjes. Ik heb ze niet voor niks meegemaakt. Genomen. Op zich zou dat nog serieus best kunnen. Hier gewoon een vulkaantje van maken. We gaan het proberen. Maar als ik dat wil doen, heb ik wel wat meer van die donkere blokken nodig. Waardoor dat puntje wat, ja, donkerder is. Zoals obsidian en... Oh, één van de vier kwam uit bij voorraden. Nee, ja. Obsidian en zo'n ander blok. Ik ben vergeten hoe dat heet. Basalt, volgens mij. Dat gaan we nu even proberen te halen. En blackstone. Hier, wat is dit? Is dit basalt? Ja, kijk. Ik weet niet hoe dat heet precies, maar volgens mij is het gewoon basalt. Jou heb ik zeker nodig. Kijk, en daar hebben we een hele chunk ervan samen met blackstone. Dus als wij nou hier eens gewoon gaan chillen en heel veel apen op de lava gaan hakken, denk ik dat het wel goed moet komen, to be honest. Alleen oppassen dat ik niet blokken hak waar lava achter zit, want dan ben ik helaas dood. Misschien heb ik voor nu al genoeg. Laten we op zijn minst even terugvliegen. Wat is het ook eigenlijk niet fijn om in de netten te zijn al die tijd, zeg. Telkens het gevoel dat je gewoon in de lava kan vallen, dat je spullen kwijt kan raken, is niet het chillste gevoel dat er is. Hij is goed op weg, al. Ik heb van alles en nog wat eraan toegevoegd. Ik ben nog bezig met de lava, want ik wilde niet echt de lava doen. Want ik was bang dat stel iemand landt erin, dan gaat hij dood misschien, weet je. Of weet ik veel, als je beesten meeneemt. Het ziet er nog niet heel bijzonder leuk uit, om eerlijk te zijn. Maar dat komt omdat ik zo weinig ruimte heb. En hier zit allemaal nog geen detail in de onderkant. Daar moeten nog verschillende soorten blokken in en zo. Laten we dat nu gelijk doen. Maar voor de rest is hij goed op weg. De rook komt eruit, dus dat is ook wel leuk. Ik denk dat het ook net te rood is, to be honest. Dat dat ook een beetje een probleem is. Dus wat nou als ik merendeels van dit, of merendeels gewoon een paar van die rode netherblokken gewoon net iets minder rood maak. Door die een beetje paarsroodachtige te gebruiken. Ik denk dat dat ook al veel beter eruit zou zien. Want het is wel heel rood als je het zo ziet telkens. En misschien omdat het in de nether is, moeten we het nog wat vaker ook daarbovenin terug laten komen. Want het zit nu alleen onder bij de portal zelf. Maar misschien is het ook wel lijp als we het nog wat vaker terug laten komen. Ja, hier, dat voegt op zich al wat toe. Dan nog wat walls erin. Ook al heb ik er maar 5, maar walls voegen veel toe. Dan voor nu beschouw ik hem heel even als klaar. Want ik moet de omgeving eromheen doen. Anders blijft het nog steeds gewoon een random raar vulkaantje. Hij lijkt niet echt op een vulkaan.
gegaan. Het is niet heel mega goed gelukt, om eerlijk te zijn. Maar het is al beter dan de rare portal die erin stond. Zo, dat maakt het al een stuk beter, to be honest. Het feit dat hier gewoon nu ook van dat soort steen zit. Hier kan ik niet zoveel aan doen. Hier kan ik er ook niet zoveel aan doen. En hier ook niet zoveel. Dus dan maar het enige plekje waar ik wel wat aan kon doen was hier. Nou, het is toch wel een leukere nether portal dan eerst. Ik wil er niet veel meer werk aan doen. Want dat is ook een beetje onnodig. Misschien dat ik wel het plafond even dicht ga maken hier. Nou, hier, dat is al een stuk beter. Nou, ik vind het voor nu wel mooi geweest. Hij is alleen nog steeds niet zo mooi als die van Kingdom Friesland. Ik ben er niet mega tevreden mee, maar voor nu sluiten we het af. En wie weet kom ik er later een keer op terug. Dus stel, je hebt nog tips of weet ik wat of ideeën. Laat het zeker even weten in de reacties. En wie weet, ga ik het gebruiken. Jouw tip. Voor nu laten we het heel even achter ons, dat projectje. Ik was mijn video laatst aan het terugkijken over dit. Ik denk, ik begin een beetje gewoon aan het rondkijken op YouTube voor de leuk. En toen de tijd had ik een beacon daar staan. En ik bedenk mij, ik heb helemaal nooit de dinges weggehaald volgens mij. Het goud en het zilver en het duin, weet ik wat ik gebruikt heb. Dus volgens mij, ja, ik wist het. Er ligt hier gewoon nog een fortuin voor me klaar. Allemaal blokken. Oh my days. En het lag al die tijd gewoon hier verstopt. Weet je hoe lang ik voor... Oh, in mijn stream afgelopen keer heb ik zoveel blokken moeten bij elkaar rapen om die beacon daar werkende te krijgen. Terwijl al die tijd hier gewoon een fortuin klaar lag. Ik ben echt opgelicht. Wat een scam dit al die tijd. Oh, en dan ga ik zo meteen naar mijn eigen beacon toe en dan ga ik al die ijzerblokken die ik daarin heb zitten, ga ik vervangen voor goud. Ik vind goud namelijk zoveel minder waard dan ijzer. Er zit heel veel ijzer in mijn huidige beacon en ja, dat is gewoon zonde. Moet je nou zien hoeveel dit is? Bijna 2 stack goudblokken en 40 ijzer. En kijk, al het ijzer wat ik hier heb zitten, dat kan ik gewoon letterlijk gaan vervangen nu. Ik hoop dat ik niet te veel ijzer heb gehakt, dat ik op een gegeven moment het in de knoei kom met dat ik toch wel weer ijzer moet gaan plaatsen. Zou niet erg zijn, maar ik heb in ieder geval de dikste lijn van binnen heb ik alweer helemaal gefixt. En hetzelfde zou moeten gelden voor hier. Dat ik het gewoon zou moeten redden met het ijs. Ja, hier. Moet je zien. Ik heb nog zoveel goud over. We kunnen zelfs deze hele laag hier weghalen. Oké. Nou, nog 48 over. Laten we even kijken hoe ver we komen. Er is gewoon echt de kans dat ik het helemaal haal met goud. Maar die kans... op zich. Misschien is het te doen. Oh, maar deze. Ja, hij is helemaal van goud nu. Hij is legit. Je kan hier van binnen kijken. Hij is gewoon 1,5 van goud. Ik heb gewoon geen ijzer meer. Oh, hier. Dit is toch wel even fijn om weer terug te hebben nu. Dat zat allemaal gewoon in die beacon. Wat zonde eigenlijk, hè? Dat is echt zonde. Ploppen we dat waar dat gewoon weer thuis hoort. En dat is hier. Wat de hel gebeurt er? Hier. Hoppakee. Het is ook tijd dat ik even van alles op ga ruimen. Want ik heb overal en nergens, jongens, heb ik zoveel kisten en zoveel troep staan. Hier beneden ook alweer. Kijk, allemaal cobblestone, weer troep en gewoon weer troep. Het is tijd dat ik dat een keertje op ga ruimen. Hetzelfde geldt voor in mijn kamer waar ik altijd mijn eten vandaan haal. Mag ook wel een keertje opgeruimd worden. Hakken we de laatste hier. Hoppakee. Hele kist, hele inventory weer vol. Die Endermans zijn soms zo vervelend. Hè? Die plaatsen overal grasblokjes. Maar het is wel een stuk leeg hier beneden nu. Overigens moet ik dit binnenkort echt gaan doen. En deze keer, ik zeg dat altijd, moet ik echt gaan doen binnenkort en doe ik het gewoon niet. En ik weet ook niet waarom ik de hele trap neem, want ik heb gewoon in die lighter en rockets op zak dus. En dan naar de plek waar echt de meeste troep ligt. Wat ik al zei, waar ik mijn eten haal. Mijn automatische farms, daar staan al veel te lang gewoon kisten. Deze hier. Deze staan hier echt al veel te lang gewoon te staan. Dus kom maar mee allemaal, jongens. Oh mijn god, mijn inventory zit al vol. Ik heb waarom neem ik dan ook gewoon geen shulkerboxes mee? Nu moet ik blijven heen en weer lopen. We hebben 1 shulkerbox kunnen vinden. De rest geen idee waar die gebleven is. Dus laat ik dit even hakken. Even kijken, er zit mijn hele inventory zeker weer bomvol. Ja, natuurlijk. Maar dan kunnen we het hier dumpen. Kijk wat een cobblestone ik hier ook heb, ouwe. Althans, weet je wat ik met dit cobblestone doe? Dat gaan we gewoon gelijk een keertje omsmelten. Dan heb ik namelijk gewoon weer stone. Daar heb ik wat meer aan dan puur cobblestone. Dat gebruik je namelijk bijna nooit. Zo, nou en de rest. Oh jee. Ik hak het wel even en dan kijk ik wel hoe ver ik kom. Zien dat ik gewoon nog meer cobblestone hierin dump voor nu. Weet alleen niet of er zoveel cobblestone in past. En of ik genoeg kool heb hiervoor. We kijken wel hoeveel het systeem aan kan. Ik moet wel zeggen dat het me heel veel rust geeft. Nu al die kisten hier weg zijn. Het is gewoon eindelijk een keertje. Het leek altijd alsof het nog steeds een onderhoud was. Lijkt het nog steeds overigens met deze kant. Maar dit is toch even wat meer rust. Red je het nog met al het cobblestone? Oh, maar deze wordt ook gewoon steen. Wat nice. Dit is echt zo'n top systeem. Ik denk, nou, ik ben klaar. Ik heb rust, weet je. Maar toen beseft... Oh, wat heel gebeurt hier? Toen besefte ik me. Hierboven liggen ook nog heel veel troep. Maar dit ligt gelukkig allemaal al in shulkerboxes, dus dat kan ik zo meenemen. Behalve deze, maar als het goed is, past dit allemaal net niet in mijn inventory, natuurlijk. Maar ik heb een lege shulkerbox, dus kom maar jongens, kom maar door. Nemen we het bed nemen we mee. Nemen we dit, dumpen we allemaal weer hierin. En dan, kijk eens aan, top dit. Althans, sneeuw. Zo, leggen we dit allemaal in de kist en dan is heel Kingdom Toeter is gewoon opgeruimd. Oh, maar wat is er al nog veel troep wat ik bij me heb. Hé, het is wel tijd voor een nieuwe kist. Eindelijk, de ijs/sneeuwkist. Als ik daar nou gewoon alles wat met ijs en sneeuw te maken heeft, dum. Hier, ziet er nog niet eens zo heel verkeerd uit. Kijk, dan heb ik ook gewoon weer 4 lege shulkerboxes. Die kan ik ook weer in de toekomst gebruiken. Die lagen er ook boven me een beetje te staan.
gedaan. Zo, en dan is daadwerkelijk nu de rust wedergekeerd. En ik ga even een rondje vliegen om toch te dubbelchecken. Maar volgens mij ligt er nergens meer iets bijzonders of zo aan. Een kist met spullen of weet ik veel wat. Gewoon troep. Volgens mij is alles daadwerkelijk opgeruimd nu. Althans, er is nog één plek. En dat is namelijk in de bank. Hier staan nog heel veel kisten. Maar ik weet niet of ik deze weg wil halen. Ja, ik wou zeggen, hier zitten kisten met dingen die we nodig hebben. Maar alles wat ik hier zie, alleen de kwarts hebben we nodig. Voor de rest hebben we echt geen scheid nodig. Dus drie keer raden, we gaan weer dingen hakken. Ik heb volgens mij zoveel kisten inmiddels. Ja, hier 62. Ik heb zoveel kisten. Kunnen alle redstone troep kunnen we hier ook dumpen. Zoals pistons, sticky pistons. Is het misschien niet handig dat ik hier dat... Nou, dat zeg dat ik mijn redstone zelf daar ook opberg. Want op een gegeven moment mijn redstone kisten nu, die zitten zo ontzettend vol. Althans, maar deze kist hier met zoveel redstone. Dat ik gewoon begin te twijfelen om een losse kist voor redstone te maken. Zo, opgeruimd staat netjes. Dat is ook weer top. Het is de eerste keer dat ik die uitspraak daadwerkelijk een keer kan gebruiken in content. Veen, ik schrik me heel rot van jou, Justin. Jesus Christ. Kijk, hoeveel enderzijde ik gewoon ineens weer heb. Hè? En glas dat ik al die tijd had. Dus er zijn zoveel blokken die ik gewoon voor mijn gevoel nooit meer had. Terwijl die gewoon ergens verspreid door mijn basis lagen. Nu hoef ik daadwerkelijk niet meer te zoeken door mijn hele basis. Als ik een keer iets wil hebben nu, weet ik 100% als het hier niet ligt, ligt het nergens. Misschien is het leuk om een van deze drakenhoofden die ik hier heb, om die gewoon... hier zo te plaatsen. Ja, dat is op zich nog best wel cool ook. Gewoon voor de ingang. En dan, ja, heb ik een idee. Kijk, plaatsen we er ook een lever achter. Zo. Waardoor de kop nog een keer heen en weer gaat. Die mocht hier. Kijk, nou, dat beweegt het hoofdje ook. Alleen nu ziet het erboven waarschijnlijk heel raar uit. Maar daar heb ik één enderside slab voor meegenomen. Omdat het zit hier. Dat ik gewoon... Oh, wacht. Plop. Hoppakee, zo. Dan ziet het iets minder raar uit. En nu hebben we gewoon een bewegend hoofd voor de ingang. Technologie, jongens. Heel veel mensen in mijn livestream zeiden... Max, je doet bijna niks met je enchantment room. Dus ik dacht, jongens, laat ik nou eens aan jullie overlaten. Wat willen jullie dat ik hier plaats? Willen jullie nou dat ik gewoon iets nieuws hier compleet plaats? Of dat ik het gewoon zo hou? Of mooier maak of zo? De ruimte is een beetje beperkt. Maar daar kan ik op zich ook weer wel mee werken. Door eerst een tunnel ergens naartoe te maken. Misschien een mega bibliotheek met daar daadwerkelijk mijn enchanting tables nog. Want ik wil wel nog steeds een enchantment room hebben. Of ik hem nou veel gebruik of niet. Hij moet er wel zijn. Dus ja, laat het me even weten in de reacties. Die carpets hier, dat heb ik nog nooit opgelost. Hè. Dat wilde ik al heel lang geleden een keertje doen. Maar ik heb dat gewoon niet gedaan. En waarom niet? Geen idee. Maar ik wil hier gewoon nog misschien wat meer groen aan toevoegen aan de binnenkant. En ik heb tegenwoordig best wel veel wol. En ik weet dat ik sinds ik mijn kist heb opgeruimd, hier gewoon green dye heb liggen. Dus wat nou? Als ik gewoon wat meer groene wol maak. Zo. Nou, nog eentje dan. En daar even wat carpets zou maken. Kan ik die enkele hier gewoon een keertje even net iets breder maken? En misschien zelfs een keer de carpets daadwerkelijk mooi maak. Door een beetje te... Oh, wat doe ik nou? Oh, wat gebeurt hier? Door daadwerkelijk een beetje zo te doen. Dat er gewoon iets meer variatie in komt. Echt moet ik daar nog wel wat meer wol voor hebben. Of ik meng het met moss carpets. Waar ik er nog maar één van heb. Maar dat is denk ik wel een leuke. Dus laat ik even naar Nata's winkeltje gaan en wat meer moss carpets kopen. Nou, daar zijn we aangekomen. Oppas dat ik niet te hard land. Nathan verkoopt hier moss carpets. En hij verkoopt 1 diamond per 2 stack. Dus 1, 2, 3 diamonds moet ik dan betalen. Helemaal prima. Hij heeft hier zijn ender chest staan. 1, 2, 3. Wil ik hier verder nog iets kopen bij Nathan? Ik denk het niet, hè. Nou, ik hoef geen van die boompies. Vuurwerk heb ik genoeg. Misschien nog wat extra wol. Wat kost het? Oh, 1, 2, 3 diamonds weer. Nou, heb ik ook weer extra wol. Komt altijd van pas, hè. Cactus, honeycomb en boekies. Dat heb ik allemaal niet nodig op het moment. Ha. Toch, als ik aankom vliegen, ziet hij er wel lijp uit, jongens. De vulkaan. Hij is niet echt... Ik ben er niet heel tevreden mee, maar toch is hij op zich wel lijp. Laten we dan nu even de vloer hier een beetje leuker maken... door gewoon wat van die moskarpers eraan toe te voegen. Wat normale wol nog misschien. En kijken of het leuk is, want dat groene voegt wel veel toe. Een beetje kleur hier binnen. Het is natuurlijk al behoorlijk saai. Hier eerst doe ik gewoon carpets. En daarna kan ik ze misschien een beetje vervangen. Hier, kijk, als ik het nou gewoon zo doe... en hier gewoon... dat het eigenlijk gewoon verspreid door heel mijn ding hier binnen ligt. Ik denk dat dat serieus wel lijp is. En dan nu voor het kleurverschil mos er doorheen. Nou, ik vind het niet eens zo heel lelijk eigenlijk. Het voelt misschien een beetje geforceerd. Dat is het enige waar ik dan mee zit. Oh, maar het kan wel tegen de kisten aan. Zonder dat er, zeg maar, de itemframes eruit worden geplopt. Ah, kijk, in that case kunnen we nog wel een beetje meer toevoegen eraan. Zo, een beetje een gekleurd vloertje erin. Is het dan sowieso niet leuk om bewijzen van wat hout hier om te wisselen voor gewoon een groen blok, als het ware, zoals dit. Dat ik wel gewoon nog overal
door kan lopen, maar niet meer last heb van... Oh, wacht, trouwens, kijk. Wow, dit had ik sowieso moeten doen. Dit voegt diepte toe. Ja, kijk, dit voegt al helemaal diepte toe in de vloer. Kijk, want dan ga je dat, zeg maar, het randjesverschil zoals dit ga je zien. Oeh, hele goeie dit. Hier ben ik blij mee, dat ik dit even gezien heb op tijd nog. Kijk, en als je dan ook die in het midden hier weghaalt en daar zo doet. Ja, dat voegt echt veel toe, ouwe. Kijk, dan maakt het minder random. Het was zo random nu. Ja, dit alleen ook nog steeds. Misschien als ik daar gewoon iets meer variatie aan toe breng. Dus een beetje meer zoals dit. Dat het wat randomer uitziet. Dat kan. Ja, dat maakt het al leuk. Hele groene vloer hier ineens. Maar het is wel leuk. Het is wel leuk in één keer een hele groene vloer. Nou, ditje weer de wol even. Hebben we voor aankomende tijd genoeg wol. Hetzelfde voor de carpets. Daar zullen we ook wel genoeg aan hebben nu. Misschien dat ik nu toch bezig ben. Laat ik even wat steen erin toevoegen. Dat het dan al helemaal wat meer, wat zeg maar, een meer, ja, willekeurige vloer is in plaats van zomaar zo geplaatst. Weet je, dat je ziet. Oh, er is een beetje een wol geplaatst erop. En nu moet de vloer al helemaal gewoon compleet random zijn. Maar dan geldt hetzelfde ook voor de stairs en slabs. Hier heb ik natuurlijk allemaal stairs en slabs zitten, zoals dit. Die kunnen dan ook af en toe wel eventjes geüpdate worden naar gewoon steen. In plaats van enkel hout. Hier, zoals dit. Misschien mengt het dan nog meer, want het is nog steeds een beetje houterig, zoals hier. Ja, ik denk dat ik dit zo zie. Kijk, dit is al beter, hè? Al een stuk beter van een beetje aparte vloer. Uit het niets ineens. Maar het is wel een gezellige vloer. Dan moet dit ook nog gedaan worden, maar dat skip dat. Dat ga ik niet nu doen. Ja, weet je, voor de finishing touch laten we er ook gelijk leaves erin proppen. Nu ik toch bezig ben, hè, kunnen er net zo goed ook leaves in. Eigenlijk wil ik nu een boom in het midden hebben of zo. Ik weet niet waarom. Maar gewoon een boom hier in het midden, dat is perfect om te doen. Alleen ja, dat zou wel een mini boom moeten zijn. Want ik heb die ruimte gewoon niet. Maar als je een beetje zo creatief als dit zou denken, dan zou het gewoon kunnen, toch? Zo, en dan misschien die leaves eromheen. Dan gebruiken we spruishout, maar dan toch met oak leaves. Is dat niet leuk? Dat is een beetje alsof hier ook gewoon de wortels van die bomen misschien... Oh, dan kan ik die wortels ook nog terug laten komen. Nou, dit ziet er niet eens zo verkeerd uit hoor, jongens, dit. Dit ziet er serieus niet eens zo verkeerd uit. Die leaves gewoon random overal terug laten komen. Zoals hier ook weer. Misschien dan die ook leaves. Hier, kijk. Boompje in het midden. Nou, dan plaatsen we er wat trapdoors aan. Wacht. Kijk. Kijk. Ja, spruce fans. En dan hier ook nog een lantern. Zeg maar, die heb ik nog. Top. Oh, dit is top. Want dan kan ik hier aan die doen. En dan daar laten we hem aan hangen. Maar dan moet ik wel eronder zien te komen. Anders hangt hij niet. Dus zo, kijk, dan hangt hij. Maar echt net aan op de bodem. En dan hier een trapdoor. Hier een trapdoor. Kijk, en dat houden we wel, dat hout. Omdat het echt een boom is, weet je. Een buttentje hier en daar, zoals hoppakee. Zo. En misschien de wortels terug laten komen, zoals ik al eerder aangaf. Weet je, zoals dit. En dan hier misschien... Hier zo'n wortel terug laten komen. Alsof hij daar echt naartoe gaat, weet je. Oh, dat is lijp. Wat een random makeover ineens. Ik was hier helemaal niet op voorbereid om dit ineens te gaan doen. Ik had er helemaal niet aan gedacht van... Oh, laat ik nou ineens weer een beetje makeover geven aan mijn kamer hier. Maar ineens staat er gewoon een boom midden in de kamer. Als je binnenkomt zo. Pas wel meer bij de stijl van dit. Alles is zo natuurlijk. Maar hier miste dat nog een beetje. Nu is het al wat natuurlijker. Misschien wat random, zoals hier. Ook even gewoon blaadjes doen. Dat ik het al helemaal nu gewoon vernatuur. Nou, ziet er goed uit, zou ik zeggen. Ik ben het tevreden mee. En wat iets natuurlijker dingetje. Misschien zit er te veel groen in aan de onderkant. Dus dat zou ik ook nog wat gravel. Of gras. Oh, wacht eens even. Wat dachten we van gewoon een beetje van het wol vervangen voor gras? Ja, dat is serieus wel een goeie. Hoe vaak heb ik inmiddels deze kamer aangepast? Hoe vaak ben ik in deze kamer gelopen en dat ik zei, weet je, we gaan hem wederom aanpassen. Volgens mij is het echt al de vierde keer. Gewoon een heel content veen. Terwijl eigenlijk gewoon je kamer met rust zou moeten laten op een gegeven moment. En zou moeten zeggen, ja, weet je wat, hij is klaar nu. Hij is klaar nu. Maar nee. Hij is nog niet klaar. Oké, en nu zeg ik het wel. Hij is klaar. Ik ga er gewoon mee stoppen met deze kamer. Het is wel gezellig hier binnen. Het is een beetje vol. Maar ik vind het wel gezellig gewoon. Eigenlijk zou je dan ook nog boven die boom misschien eruit moeten... Nah, nee. Want dan gaat het hele pad belemmerd worden. Dat is ook een beetje zonde. Dan vind ik het voor vandaag eigenlijk ook wel gelijk mooi geweest. Ik weet niet hoe lang de video is. Ik hoop lang genoeg. Ik heb meerdere dingen gedaan. Opgeruimd. Een nether portal gebouwd. Ik heb voor de hondenmusic hier mijn kamer hier verbouwd. Maar het ziet er wel echt heel lijp uit. Het is gewoon één groot natuurfestijn hier binnen. Maar goed, dank jullie wel voor het kijken deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Abonneer zeker even als jullie dat nog niet hebben gedaan. We zitten lekker op die 130.000 abonnees. Heel leuk. Like ook even. We gaan voor 2000 likes. Spreek je later, glaasje water. Tel tot 4, flesje bier. Tot de volgende keer. Doei. Yeah.